Welkom bij RTL Grand Prix. Nog een maand en dan worden de auto's verscheept naar Australië voor de allereerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Wat hebben we in het programma vandaag? Nou, we kijken naar Niki Lauda, die zelf weer achter het stuur van de Formule 1 kroop, in dit geval zijn eigen Jaguar. McLaren-coureurs doen in de winter veel meer dan alleen maar testen en fit blijven. David Coulthard ging naar Capital FM in Londen. En we gaan naar Donington. Daar kijken we wat Paul Stoddart eigenlijk allemaal doet met die twee zitters die hij heeft. En dat zijn er best veel. Maar we beginnen nu eerst in Valencia. Daar werd afgelopen week driftig getest. De teams zijn vol gas bezig voor de start van het nieuwe seizoen. En wie was daar aanwezig? Wij natuurlijk, maar ook Christian Albers. Hij reed voor de tweede keer in de Minardi. Drukte van je welste in de pitstraat van Valencia, waar de afgelopen dagen grote indruk werd gemaakt door Kimi Raikkonen. Hier kijken we naar zijn landgenoot Mika Salo voor het team van Toyota. Na afloop van de sessie vroegen we aan hem of hij tevreden was. The car is fine. We're just learning every day more about it and trying to find the things. Just more information to the factory so they can work on new parts for us. So I think we're doing a good job at the moment. So yeah. If you would have to give the team a number between 1 and 10. Compared to all the teams you've been racing for in the last couple of years, what would you give them now? Because they're working really hard. They're working hard, yeah. If working hard, I would give about 8. But on teamwork, it's still about 5-ish. So we need to work harder to improve everything and make use facilities what we have and use the equipment we have much better. So, but we have a lot of work to do. Jaguar testte met 1 oude en 1 nieuwe auto. Regelmatig wisselde Pedro de la Rosa en Eddie Irvine af om zo meer mijlen te maken met de nieuwe auto. Dit is de oude auto die nog gewoon is voorzien van bargeboards. De nieuwe heeft dat overigens niet. En het picker point van de onderste draagarm zit aan de zijkant, langs dat witte randje daar. Opmerkelijk. De la Rosa over de nieuwe auto's. Yes, next week we'll have 2 new cars. One car will go to Barcelona and the other one will go for straight line testing in an airport. So we are very busy and the team, I repeat, the team has done a great job, because to have 2 cars so early and with the amount of work required is impressive. Muchas gracias. De nada. De test in Valencia loopt tot en met maandag. Lopen deed ook Jensen Button regelmatig omdat zijn auto minder steek liet. Arno Trulli raakte nog even de banden en dit zijn Antonio Pigionia en met Pat Marc Genet. Williams testte weer met 3 auto's. De meerderheid van het werk werd gedaan door Montoya en Ralf Schumacher, die allebei snelle tijden lieten noteren. Hier zien we Jarno Trulli aan het werk. Raakte kortstondig de banden nadat er wat afbrak. En bij Minardi veel coureurs. Matteo Bobby, Antonio Garcia hier aan het werk. Alex Young en ook Mark Webber, die op dezelfde dag reed als Christian Albers. Hoe dicht is deze Mark Webber eigenlijk met het tekenen van een contract bij het team van Minardi? I'm optimistic that something can happen. But it's very difficult to say. Still a little bit worried about the Prost situation as well. So for the driver market at the back of the grid, there's only a few seats which are still a little bit up in the air, and hopefully I'm part of the puzzles. If I can be in one of the teams, it'd be good. Belangrijk voor Nederland was natuurlijk toch ook dat Christian Albers er was. 'S Ochtends om 8:45 meldde zich bij het team voor de briefing. Wat wordt er van hem verwacht? Waar kan hij mee rijden en hoeveel kan hij rijden? 42 rondjes per dag. Wat is het doel eigenlijk van Christian Albers? Hoeveel gewicht moet je aan een test als deze geven? Nou ja, gewicht is natuurlijk altijd een beetje moeilijk te zeggen wat er precies wat je ervan kan verwachten. Maar het belangrijkste voor mij is gewoon zo goed mogelijk te presteren, zo snel mogelijk te zijn. En maakt altijd gewoon de gesprekken die er nu gaan, is altijd ietsje makkelijker als je natuurlijk wat sneller gaat. Dit soort dagen hebben die ook de zwaarte van go or no. Ik bedoel, stel je teamgenoot is x sneller, wat dan? Nou, er zijn altijd superveel situaties natuurlijk waar je in zit. Je weet natuurlijk nooit hoe de ander rijdt en wat de visie van hun daarachter, maar ja, wat er in hun hoofd speelt natuurlijk. Dus dat weet je nooit. Ik vind altijd, ja, als je iets laat zien, dan wordt het altijd ietsje makkelijker om te praten en al dat soort dingen. En natuurlijk zitten we nu wel bij een team wat altijd toch eigenlijk wat sponsoring nog nodig heeft. En het ligt natuurlijk aan wat voor rijder, hoe of wat zijn positie is natuurlijk. Is 2003 het plan? Is dat de bedoeling? Of ben je al, zeg je, als ze morgen roepen kan, dan doe ik het wel? Ja, als morgen roepen kan, doe ik het natuurlijk altijd. Dat is niet zo moeilijk.
Maar ja, de plannen zijn gewoon dat ik 2003 probeer gewoon zeker echt in de Formule 1 te komen. Het mooie gewoon van alles is dus mijn leeftijd, dat zit gewoon heel erg mee. Ik kan gewoon nog 2 jaar wachten en proberen om erin te komen. Alleen Formule 1 is altijd, ja, iedereen weet dat je moet op het juiste moment daar zijn. En als je sponsoring hebt, wordt het gewoon allemaal een stukje makkelijker. En bij deze test probeer ik gewoon, in de kijker te rijden. En probeer de discussies en de gesprekken allemaal wat makkelijker te maken. Van de 5 coureurs die uiteindelijk voor Minardi reden, was Webber de snelste. Daarna volgde Christian Albers. Hij was er sneller dan Young, Matteo Bobby en Andy Garcia. Het is te hopen voor Christian Albers dat zijn plannen ook daadwerkelijk gaan werken en dat hij in 2003 in de Formule 1 zit. Hij deed het dus bij het team van Paul Stoddart, European Minardi. Nou, die Stoddart is een slimmerik. Hij heeft zelf 39 Formule 1 auto's. Hij kocht ze vroeger alles van Tyrrell. En is degene die het meeste doet met 2 zitters. Hij heeft er maar liefst 5. Onlangs waren ze op Donington een dagje aan het spelen. Ter afsluiting van het afgelopen jaar organiseerde Minardi-baas Paul Stoddart op het circuit van Donington Park een van zijn befaamde two-seaterdagen. Diverse Engelse VIPs mochten met hem meerijden in de 5 Minardi two-seaters. Achter het stuur de vaste rijders Young, Alonso, toen ook nog Tarso Marquez en als surprise act ex-wereldkampioen Nigel Mansell. Ook Stoddart rijdt op zo'n dag gewoon zelf. Tweezitter is natuurlijk voor velen een droom. En voor sommigen kwam hij die dag uit. Onder andere voor de zanger van de Engelse band Faithless. Na de eerste run was het natuurlijk tijd om de stemming eens te peilen. Als je ziet wat het dan doet met mensen, is dat toch mooi. Stoddart heeft maar mazzel wat dat betreft. Dat was super. Jesus Christ. Unbelievable, look at your face. The acceleration you get to pretty, get used to pretty quick. In fact, as we went out the pit, I'm like, bloody hell. But you kind of get used to that. It's the braking when you're coming down the end of the back straight and you've passed the 100 meter board already and then, it throws you forward. It's like having 6 really strong men just grab you and push you forward. It's amazing, absolutely phenomenal. 2 passengers, 4 more to go. Stoddart heeft in totaal 7 van deze two-seaters en zorgt er op die manier voor dat zijn team anders is dan alle andere Formule 1 teams in het paddock. Na de uitgebreide lunch, na de ochtendsessie, volgt er 's middags een heuse race. Ook pitreporter van ITV Louise Goodman mag dan in een van de auto's springen. Het zou het begin zijn van een heel duur middagje voor Paul Stoddart.
What happened? Somebody slowed what happened was we were following a car. Yeah. And the car in front of us just slowed right up coming out the corner. That's fine, 100%, no problem. They just want to check me out, but honestly, it's fine. Nigel Mansell in de tweezitter. Eigenlijk zoals we hem kennen, er is altijd wel wat met de man. Dan gaan we nu naar Londen. Daar is een groot radiostation, Capital FM. David Coulthard ging op bezoek en keek wat hij daarvan kon. Morning, Foxy here at Capital HQ in Leicester Square, 22. David Coulthard in after nine from West McLaren Mercedes. Your chance to hang out with them as well. What would you do for parking the park tickets? You would run naked around Leicester Square. This is the home of Capital FM, London's number one hit music station. And we've got David Coulthard coming in, who actually today we're going to call him DJ DC. We do a show here every week called The Capital Takeover, where we get stars, actors, musicians, or in this case, you know, Formula One drivers, to come in, take over the station for an hour, play some of their favorite songs, take a telephone call or two, and tell us why they like certain songs. What's my favorite tune? I can't think of a favorite tune. He's a technical guy. F1 cars are technical, so he knows how to do that. I'm sure he can cope with this. It's certainly interesting to see a different environment. You know, there's a lot of technology involved in this, obviously a lot of technology in F1, and to see how different professions make use of that. These little dials here, up on the top here, are exactly the same as the ones that I have on my steering wheel. And McLaren tried to sort of machine a beautifully, you know, anodized little knob for me. But it wasn't as good as just the straightforward, you know, little plastic knobs. So I have those back on there, and it works very well. You know, I can make my adjustments, and now obviously with traction control and all the various other functions that we can adjust in the cars now, then I'm adjusting, you know, these things every lap. David Coulthard is natuurlijk wel gewend aan wat knopjes, maar dit was andere koek. Normaal gesproken kan hij natuurlijk benzinedruk, remdruk regelen en dan kan in de cockpit ook het differentieel veranderen. DC als DJ. Hi, this is David Coulthard taking over Capital FM here in 95.8. You never sound how you think you sound. I know David will listen to it and he'll go, oh my god, listen to my voice. I cannot believe I sound like that. If it actually goes out on air, I'll be amazed. Capital Takeover on London's number one hit music station, DC DJ. You know how to use the desk now. I'm going to leave it in your capable hands. First song. Thank you very much. Well, DJ here had a very... Het was even wennen voor DC, maar spoedig kreeg hij de smaak flink te pakken. Coming up, more of my favorite songs, more of your questions, and I'll tell you about my capital. That was really good. Well done. Thank you. You are an honorary member of the Golden Gob Club now. Yeah, absolutely. Now, I know they're giving this lovely wee thing away, if you want to sign it, as a memento of your capital takeover. Yep. That'd be great. I'll do that. Do you think people will want a picture of it? He was great on there. There you go. Fabulous. De heren Van Inkel, Van Veldhuizen en Cornet Klein zijn dus bij deze gewaarschuwd. David Coulthard kan meer dan alleen rijden. Van het bezoekje van David Coulthard hebben ze een prachtige Lito uitgebracht. Die staat hier naast me. Die kun je winnen. Het is eigenlijk vrij simpel. Surf naar onze site www.rtlgrandprix.nl. Vul daar de multiple choice vraag in. Maken wij volgende week bekend wie dit prachtige ding gewonnen heeft. We gaan er even tussenuit voor de reclame en zijn daarna terug met deel 2 van RTL Grand Prix. Welkom terug bij het tweede deel van RTL Grand Prix. We gaan nogmaals terug naar Valencia. Afgelopen zondag reed Niki Lauda zelf in de Jaguar. Hij wilde wel eens voelen hoe het ging. Het viel niet mee. Het was 16 jaar geleden dat Niki Lauda voor het laatst een Formule 1 auto in competitie bestuurde. Australië 1985. Hij leidde de wedstrijd maar viel uit. Februari 1999 doet hij het dan opnieuw. Hij stapt in de McLaren 2-zitter. Afgelopen zondag probeerde hij opnieuw een auto uit. In dit geval de Jaguar R2.
Na wat voorzichtige pogingen zou Lauda later gaan proberen om echt wat harder te gaan. Een eerste reactie is natuurlijk erg belangrijk. Wat is het grote verschil met de auto's van vroeger? The differences between my times of cars and this year's cars, it's unbelievable. Hands on the wheel, upshift automatic, downshift, you pre-select the gear you want to go into the next corner. It automatically shifts down after you have pre-selected in a very smooth and nice way. So all the drivers of today have to concentrate on braking and throttle. That's all that all there is. To go quick is still the same problem, so just for not a misunderstanding. To go on the limit with these cars, which the groove tires and these sort of things, needs a special technique. But this is still the issue you have to achieve if you want to go quick. But to operate the car, simply to operate it is much more simple. Because when you push full throttle out of a corner, traction control comes in. Het nadeel voor Lada was dat de baan in Valencia bekend staat als een lastig baantje. Met heel veel kleine doordraaiers en een aantal blinde bochten waar het lastig is om je rempunt te vinden. Lada besloot om het toch nog wat enthousiaster te gaan doen. En dat viel niet mee. Eddie and Pedro told me, if you don't spin, we know you're not trying. So this was the argument I had with them before. So in the end I said, listen guys, I tried at least and didn't damage the car, which is really the issue to it. So I came closer to them in understanding them by driving the car myself, what they tried to say. Het team van Jaguar was intelligent geweest, want ze hadden vrijwel alle televisiestations uitgenodigd die normaal gesproken niet bij een Grand Prix kunnen zijn. Een goede zaak, wat in ieder geval zorgde voor heel veel publiciteit in heel veel landen de afgelopen week. Irvine had er wel schik in en ook het team vond het wel prachtig dat de baas nu zelf weer eens achter het stuur van een auto gekropen was. Belangrijke vraag na afloop was natuurlijk aan hem of er enige vorm van vrees geweest was. Want ja, als het al zo lang geleden is, wat doet dat met je? Lauda had daar een prachtig antwoord voor. One more time. I was thinking if I would worry about the speed, but as soon as you go into the straight, you get fearless, so you don't care at all what speed you're doing. So this is quite interesting that this thing came up, because this was half of my life anyway, to have no fear and go to the limit. And after for so many years not doing it, I thought this might hit me again, but it doesn't. So as soon as you get going, you just go. So there's nothing in between. But if you brake and accelerate, I mean, this is hard work. I mean, you really have to train hard if you want to do this on purpose, but let's say more times. But this was not my intention really. As soon as you get in and you hear the engine going, all your normal thinking, which human beings normally should have, disappears. So you just basically get a nut head and go. Met een crash control erop vertrekt Lauda voor een laatste rondje. Na afloop spraken we met Eddie Irvine, reguliere rijder van de auto. Wat vond hij ervan? I think he's had a bit of fun, and it's great to see three times world champion driving a Jaguar. I think he'll understand a bit more whenever we talk to him in future. I think he understands, these cars are very tricky to drive. But at least he was trying. If you don't spin, you're not trying. Ben benieuwd of Niki Lauda nou daadwerkelijk iets heeft opgestoken van die paar rondjes en of hij Irvine en de La Rosa dit jaar toch van repliek kan dienen als er iets wellicht niet goed gaat. Dan gaan we nu kijken hoe het gaat met Alain Prost. We gaan kijken hoe het zit met de testtijden van vandaag in Valencia. Kortom, tijd voor het nieuws. Technisch directeur Malcolm Osler van BAR is er niet gerust op. Waarop niet? Dat zijn auto snel genoeg zal zijn om een plaatsje te vinden op de eerste drie startrijen voor de eerste Grand Prix van het jaar in Melbourne, Australië. Hij zegt Jaguar en Renault zijn grote concurrenten en het zal zwaar worden. Ik denk zelfs dat de verschillen tussen de zevende en de zeventiende plaats minimaal zullen zijn. En dat het gevecht in de middenmoot voor het seizoen 2002 echt enorm zal zijn. Een grote verrassing uit Zwitserland, want drankenfabrikant Red Bull blijft verbonden aan Sauber. Nu toch wel. Topman Dieter Matschitz heeft zijn belang in de renstal verkocht, maar de naam van het energiedrankje blijft verbonden aan het Zwitserse team. Eergisteren maakten beide partijen bekend dat ze een deal gemaakt hebben voor 1 jaar en dat de naam en het logo net zo groot op de Sauber zullen staan als het afgelopen jaar.
Matasic kon zijn belang in Sauber onlangs met forse winst aan de hand doen. En het lijkt erop dat hij een deel van dat geld nu weer in de remstal steekt. Het zal interessant zijn hoe groot de Red Bull sponsoring eigenlijk gaat worden op het team van Arrows, want ook daar is een deal mee. Het circuit van Maleisië moet gaan verbouwen. Technisch gedelegeerde van de FIA, Charlie Whiting, heeft begin deze week opdracht gegeven om een aantal bochten te verbeteren en aanpassingen te doen aan de veiligheidshekken. De gravelbedden en de vangrails zijn al aangepast. En het is eigenlijk niet duidelijk waarom het Sepang-circuit nu pas 10 maanden na de Grand Prix van 2001 alsnog moet gaan beginnen aan de laatste aanpassingen die gaan over de curbstones. Vorig jaar leverde Formule 1-coureurs kritiek op de curbstones van bochten 1, 8, 11 en 14. Door de hoge randen raakten de onderkanten van de auto's beschadigd. Voor de Grand Prix van Maleisië op 17 maart aanstaande is dat dus allemaal verholpen. De donkere wolken boven het team van Alain Prost blijven bestaan. Nu wordt Flavio Briatore weer in verband gebracht met een reddingspoging van Prost Grand Prix. Door zijn betrekking bij Renault Formule 1 zou de Italiaan niet rechtstreeks in Prost kunnen investeren. Dat hebben de Italiaanse kranten vandaag gemeld. Gisteren werd bekend dat een mysterieus Italiaans consortium zich had aangediend als reddende engel van Prost Grand Prix. De bewindvoerder zou het faillissement van de remstal willen afblazen als de geldschieters over de brug komen met bankgaranties. Het zou eigenlijk de tweede keer zijn dat Briatore bij de geschiedenis van de Franse remstal betrokken is. Want in 1995 kocht hij het toenmalige Ligier. Daarmee hevelde hij de Renault-motoren over naar het team van Benetton. Wat daar dus in 1995 de wereldtitel mee haalde. Laten we hopen dat binnen de komende dagen het nu echt duidelijk wordt hoe het daar verder gaat. Want voor Nederland zal het belangrijker zijn dan we nu misschien wel denken. Dan de testtijden van vandaag op het circuit Ricardo Tormo in Valencia. De McLaren's reden niet, er waren 8 auto's actief en de snelste was Ralf Schumacher. Hij reed 1.12.9, dat is 18e langzamer dan dat Raikkonen eerder deze week deed. Goede tweede plaats voor Olivier Panis met 1.13.77, derde Marc Genet in 1.14 rond, vierde Antonio Pizzonia in 1.14.4, vijfde Mika Salo in 1.14.8, zesde Anthony Davidson in de BR 1.15.1, zevende Mark Webber in 1.17.4 en een goede afsluiting van de test van Christian Albers bij Minardi. Hij is op 1 na snelste coureur en rijdt 1.17.61. Had daar slechts 11 ronden voor nodig. Morgen en overmorgen gaat men verder. Maandag is het circuit exclusief afgehuurd door het team van Ferrari. Tot zover RTL Grand Prix voor vandaag. Volgende week zijn we er weer rond de klok van 10 voor 11 op RTL 5. Wil je tot die tijd op de hoogte blijven, controleer dan RTL tekstpagina 320. Voor het overige nieuws en wil je meedoen aan die prijsvragen rondom David Coulthard, surf dan naar www.rtlgrandprix.nl. Het programma werd gesponsord.